We zitten op de redactiestudio van BI Platform, waar ik spreek met Peter Bonks, database-wetenschapper bij het CWI. Peter, kun je iets vertellen over het Databricks R&D Center, wat net in Amsterdam is gestart, en de samenwerking met CWI? Zeker. Bij het CWI zijn we natuurlijk al heel lang bezig met datasystemen of database-systemen. In het verleden hebben we MonetaDB, de eerste column store, geïntroduceerd. En later heb ik een andere, dat werd een spin-off. En later heb ik nog een spin-off gedaan, dat heette Vectorize, een vectorized query executie. En omdat wij best wel succes hebben gehad, en in ieder geval bekend zijn op het gebied van database systemen, heeft Databricks samenwerking met ons gezocht. Dat was eigenlijk al 2 jaar geleden. Ze zijn al 2 jaar in Amsterdam, alleen nu hebben ze een veel groter kantoor, want het kantoor groeit heel erg. En vorige week heeft Databricks bovendien nog aangekondigd dat ze 100 miljoen euro gaan investeren in de komende 3 jaar in Amsterdam. Dus het kantoor dat gaat waarschijnlijk groeien van een mannetje of 60 tot 300 in de komende 2,5 jaar. Dus dat is voor mij heel fijn, want wij leiden mensen op die best gespecialiseerd zijn in data-architecturen. En veel van mijn vroegere promovendi die gingen dan naar Silicon Valley afloop. Om daarvoor een tech-werkgever te werken. En ik vind het gewoon fijn als in Amsterdam ook een ecosysteem ontstaat van bedrijven die relevante R&D doet op het gebied van datasystemen. Dus dat is eigenlijk hoe het gekomen is. Maar het begon met een wetenschappelijke samenwerking op het gebied van Spark sneller maken eigenlijk. Hoe leiden jullie data scientists en Spark experts op? Aan de Vrije Universiteit geef ik een aantal vakken. Ook aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam heeft iets dat heet Amsterdam Data Science. Dat is een samenwerking tussen de VU en de UvA en ook het CWI, mijn hoofdwerkgever. Organiseren meetups, maar er is ook een Amsterdam School of Data Science. En dat is een heel programma. Je hebt verschillende vormen van onderwijs. Dat kan bachelor zijn, maar ook master. Er is een eenjarige zelfs data science master die je kan volgen bij informatiesystemen. Dat is gedeeld tussen UvA en VU. Geef ik ook les. En je kan ook postgraduate opleidingen doen. Dus er is ontzettend veel vraag naar data science skills, zeg maar. En wij spelen daar inderdaad een rol in. Er zijn verschillende soorten van cursussen die universiteiten op dit moment geven. De term data scientist, hè, we hadden het er net even over. Je ziet dat terugkomen op development gebied, hè, de citizen developer. Maar zo ook de citizen data scientist. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk dat daar waar universiteiten in het verleden heel breed statistiek aanboden en nog steeds bieden. Dus ook als je psychologie studeert of economie studeert, moet je altijd wel wat van statistiek volgen. Zitten we in een ontwikkeling waar universiteiten bredere dataskills, dus niet alleen statistiek, maar ook het werken met data zelf, gaan aanbieden als een soort basiscursus voor iedereen. Ik denk dat we daar al naar heen gaan of op weg naartoe zijn in ieder geval. En je ziet het ook dat de mensen die data science vakken willen volgen, dat zijn niet alleen informatie, dat is eigenlijk heel breed. Er is ontzettend veel vraag naar. Mensen beseffen dat het tegenwoordig nodig is om ook zelf met data te kunnen werken. Zelf data science te kunnen doen. En dat zijn dus mensen die allerlei studies volgen. En dan krijg je inderdaad citizen data scientist, zoals jij zegt. Ja. Jij zit ook in de Raad van Advies van Amsterdam Data Science. Kun je iets vertellen over die publiek-private samenwerking? Ja, Amsterdam Data Science, het doel is meerledig, maar het is eigenlijk het vormen van een ecosysteem rond data science in de Amsterdamse regio. Dus dat betekent dat het gaat eigenlijk om het bijeenbrengen van een community en dat bestaat uit mensen, dus data scientists, maar ook bedrijven, potentiële werkgevers of bedrijven die meer willen weten van data science. Daarnaast is het dus ook een manier om universiteiten en onderzoek in contact te brengen met bedrijven. En zo tot gezamenlijke, het is een soort incubator maybe. Het is een manier zeg maar, om kruisbestuiving te doen tussen wetenschap en bedrijfsleven ook. We zijn wel ingeslaagd om zo'n community bij elkaar te krijgen. En je ziet dat meetups van Amsterdam Data Science goed bezocht worden. Nou, dankjewel Peter. Dankjewel Werner. Bedankt dat je dit interview hebt gedaan. En ik vind het altijd leuk om te spreken met jou.